Er is, en dat is vandaag en bij eerdere gelegenheden reeds gememoreerd, een einde gekomen aan de zoektocht naar Hare Majesteits onderzeeboot K-16. En vandaag, vanmiddag, staan we in het bijzonder stil bij de bemanning van deze onderzeeboot, die van de K-16. 36 mannen. 36 maal 1 mens. Met ieder zijn eigen levensverhaal. Tot op de fatale eerste kerstdag van 1941. Wat is er vandaag gebeurd? Een hele belangrijke herdenking voor de nabestaanden van de familieleden van de K-16, de opvarenden. We hebben de K-16 teruggevonden. Dat is natuurlijk een heel belangrijke gebeurtenis. En de nabestaanden hebben daarbij stil kunnen staan. Die hebben te horen gekregen van hoe de boot ontdekt is. Die hebben de beelden van de boot gezien. Die hebben in hun handen kunnen houden het stuurwiel wat teruggekomen is naar Nederland. Ze hebben gehoord hoe de laatste uren vergaan zijn van de bemanning van de K-16. Ja, de betekenis voor de Koninklijke Marine is natuurlijk absoluut niet te onderschatten. Want wat we hier zien is dat we respect hebben kunnen betonen aan oud-marinecollega's die 70 jaar vermist zijn geweest. En nu zijn teruggevonden, die hun leven hebben gegeven in een oorlogstijd, in een tijd van grote strijd, die ongelooflijk goede strijd hebben geleverd, precies wat van ze gevraagd werd. En ze hebben daar het offer voor moeten brengen, het grootste offer, en dat is hun leven geven.